Jonas Roets voor Bingo Valonie Brussel met het nummer 201 West-Vlaming. Cyril de Sal en zijn ploegmakker met het nummer 204 Ludovic Romeet. En voor Team Vlaanderen Valwaze met het nummer 217 Aaron van Poenge. 1:22 is daar. Met Tim de Klerk aan kop en met een tijdsverschil dat nog steeds in de buurt van de 1 minuut 20 zal zitten, is er op dit moment de passage van de top op 4 ronden van het einde. Voor Molenaar, stilte duw voor de bunch. De zomaar kap getoond en af en Engelman avec le peloton. Ik ga hun minuut vinden. Achterstand 1:22, Tanga behind for the peloton. 1 minute and 22 seconds. Super 8 checkpoint. Waar straks punten te rapen zijn voor dat strijdtussenklassement waaraan die Super 8 leiderstrui gekoppeld is. We zijn op 3 ronden van het einde. Dus vanaf Fatou de la fin. 3 more local to cover from now on. Daar is het grote pak. Daar is het peloton met al die topsprinters erin verscholen. Die gaan zich straks wel mengen op het einde van deze openingstrip in de Renewi Tour 2023. Ze passeren aan de streep op 3 ronden van het einde. Ze doen dat met een achterstand van 1 minuut en 8 seconden. Ik krijg met al 1 minuut en 10 seconden. The time gap behind for the bunch, 1 minute and 8 seconds, with 3 more laps to do. Nog 3 ronden, 1 minuut en 8, het opnieuw ietsje kleiner geworden tijdsverschil. Gaat ook nog zometeen zijn passage maken hier aan de streep. De Italiaan Covi ook nog altijd deel uitmaken van de topgroep. We zijn op 2 ronden voor het einde. 2 more laps to do, we gaan de doelte lappen. We gaan de voorlaatste ronde. De kloof met de vlucht is de dichte. Vooral hier we aan die green kilometer zullen zijn beland. Dat is de vraag die ons gaat bezighouden in de komende minuten. Ook het peloton in aantocht. Ook het peloton gaat zich melden bij ons aan de finish. Passeren daar aan de ballon van Renewi. Zit in de laatste kilometers met onveranderd Tim de Klerk als locomotief van dat peloton. Twee ronden nog. Vuur voor naar de toe. Achterstand peloton op de streep. 37 seconden, de taak met al de 12 seconden. Tiger behind van de peloton, 37 seconds, 37 seconden. Actueel tijdsverschil op 2 ronden van de finish. Etappe in de Renewi Tour 2023. One more lap to do, final lap of this race. Dernier tour, laatste ronde gaat in, mannen. De bel gaat weer klinken. Laatste ronde van de rit. One more lap to do. Final lap of this stage. Laatste ronde, mannen. De laatste 16 kilometer worden aangekomen. 50 zowat. Zometeen komen ze in de laatste rechte lijn. Sprint inderdaad gedanceerd. Met Philipsen, met De Lee, met ook met Lier, met Groenewegen. Nu gaat het op en op. Hier is de snelste. Er zit nog heel wat buskruid in de kaarten van de man die 4 etappen overwinning geboekt in de Tour. De groene trui veroverde en nu hier in Ardon.